3 nachten lang niet slapen. Nooit was ik van plan dat te gaan doen. Nee, ook niet tijdens een goed feestje. Juist omdat ik erg goed weet wat voor een enorme impact dit heeft op je brein. Je kan psychoses opwekken, hallucinaties krijgen, slaapverlamming, je korte termijn geheugen gaat achteruit, je hebt meer kans op een hartinfarct, je wordt paranoïde, je dromen halen je dag in, je spieren raken verslapt en uiteindelijk heb je kans op de dood. Niet bepaald aantrekkelijk. En je zou dan ook zeggen dat niemand dit ooit heeft gedaan. Helaas wel, want als je goed de boeken induikt, lees je over verhalen van Russische experimenten waarbij gevangenen werden wakker gehouden. Een van de meest bizarre en gruwelijke marteltechnieken. De komende dagen ga ik een geheel nieuw avontuur in. Samen met een aantal topwetenschappers en de Universiteit van Nederland ga ik de 2 extreme varianten van mijn brein onderzoeken. Ik ben namelijk erg benieuwd hoe mijn hersenen reageren als ik ze totaal verwaarloos. En daarom ga ik proberen om 3 nachten lang niet te slapen. Dat komt neer op ongeveer zo'n 80 uur zonder slaap. Iedere ochtend krijg ik een hersenscan om te meten hoe mijn brein er op dat moment aan toe is. En na tientallen uren zonder slaap werd ik helemaal gek. Ik snap nu wel langzamerhand wat ze zijn met de dromen halen de dag in. Alles loopt een beetje tot elkaar heen. Je ziet er iets pipser uit, een beetje witjes dan... Ja. Eigenlijk kan ik niet meer, want ik voel mijn hersenpan echt... Nee, echt borrelen. Alsof het echt een kookpannetje met erwten zijn op een vuur. Het is op dit moment 66,5 uur geleden dat ik wakker werd. Is dit het effect of is dit de waarschuwing? Haal dat maar uit elkaar. Nee, slapen. Slapen, want anders gaat het mis. Mijn naam is Govert Zweep, 21 jaar oud en ik hou van avontuur. Extreme uitdagingen die mij de nodige adrenaline geven. Meedoen aan de gevaarlijkste motocrossrace zonder enige ervaring. Springen uit een vliegtuig of zonder geld heel Europa doorreizen. Dit is Uitgedaagd. Het is maandag 7 december 2020, het begin van dit nieuwe avontuur. En vandaag ga ik op zoek naar het beste deel van mijn brein. Aan het eind van deze dag ben ik nog nooit zo slim geweest als ooit tevoren. Tenminste... Dat hoop ik. Vandaag spreek ik af met Boris Konrad, wetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar hij onderzoek doet naar het geheugen. Boris is van origine Duits, maar kan ondertussen meerdere talen spreken, waaronder Nederlands. Over de hele wereld wordt hij uitgenodigd in de grootste tv-programma's. En vandaag op mijn YouTube-kanaal. Ik wil namelijk juist de 2 meest extreme varianten van mijn brein bekijken. Daarom ga ik mijn hersenen extreem verwaarlozen door niet te slapen, maar ik ga ze ook extreem trainen om juist te ontdekken wat voor intelligentie ik in potentie heb. Zo, Boris, het schijnt dat jij mensen kan leren om te leren. Precies, ja. Wat kan jij? Wat is er zo speciaal aan jou? Nou, ik denk eigenlijk dat aan mij niet heel veel speciaal is. Ik was begonnen met geuren te trainen als ik een lawyer scholier was. 1 jaar van de eindexamens. En ik had een beetje door dat mijn manier van leren van de eindexamens niet meer werkt. Namelijk niks doen. Als ik dan hoorde, er zijn geurentechnieken, was ik een beetje sceptisch. Ja. Nou, als je geuren trainen kan, als je leren kan, hoezo heeft mij dat nooit iemand eerder uitgelegd? Maar ik was toch een beetje geïnteresseerd, ik ben begonnen en het werkte ontzettend goed. We hebben heel veel mensen al de techniek laten trainen en zien dat iedereen eigenlijk een heel groot verbetering kan bereiken. Niet iedereen kan wereldkampioen worden, maar echt van het eigen niveau vele, vele stappen naar tevoren doen. Ja, dat kan iedereen. Vervolgens nam Boris eerst een geheugentest bij me af. Hij noemde 20 getallen op. Aan mij de taak om ze allemaal te herhalen. 3, 9, 8... 1, 7, 4. Nou, de eerste 3 waren helemaal goed. Oké. Wat moeilijk, hè? Ja, dit is heel moeilijk, hè. Maar geen verrassende uitslag, dus niet teleurgesteld zijn. 3 van de 20 getallen onthouden. Het voelde dom, maar blijkbaar was dit heel gemiddeld. Toch kon Boris mij leren om 20 getallen te onthouden. Zodra je bij ieder getal een beeld koppelt en tussen de beelden een verhaal maakt, sla je het op in je langetermijngeheugen. We maakten een rondje door het gebouw en maakten een verhaal tussen een aantal objecten. Hierdoor kon ik zo meteen de cijfers beter onthouden. Wat ik net heb gedaan, behalve jouw geuren te testen, is met jou eigenlijk een geurentechniek al in te oefenen. En die kunnen we nu gebruiken om een echt uitstekende geurprestatie te doen. Boris schudde de spelkaarten en nam er 20 uit. Deze 20 spelkaarten koppelden we aan de 20 gekozen objecten in deze ruimte. Ik mocht ze allemaal 1 keer horen en daarna moest ik ze alle 20 herhalen. Door de visuele koppeling zou ik ze nu alle 20 moeten kunnen onthouden. Dit noemt Boris het creëren van een geheugenpaleis.
iets wat iedereen kan. Ik ben benieuwd of het gaat werken. De allereerste ging in ieder geval al goed. Dit is de harte 7. De harte vrouw. Op wonderbaarlijke wijze gingen de eerste paar allemaal goed. Het voelde in één keer alsof ik 10 keer zoveel ruimte in mijn geheugen had. Dit is de schoppen nummer 6. Alsof ik toegang had tot geheugenhokjes die ik nog nooit eerder heb ontdekt. Ik had cijfers tot leven gebracht door beeld en verhaal. Hierdoor was het een eitje om ze allemaal op te sommen. Terwijl ik er eerder vandaag maar 3 kon opnoemen. En hier komen we bij het allerlaatste. En dat is de klaveren nummer 7. Voelt heel makkelijk aan in één keer. Terwijl bij al die cijfers die je in één keer opnoemde die je dan moest gaan herinneren helemaal in het begin, toen ik er maar 3 had. Dan raak je helemaal in de war en dan weet je het niet meer. En nu gaat het gewoon heel gestroomlijnd en je weet precies welk hokje je moet zitten in je hoofd. Die plaatjes, die weet je zeker morgen nog. Die weet je zeker een enkele dagen nog. Die heb je direct in je lange termijn geheugen binnen. En als je een beetje oefent, word je nog wat sneller. 5 minuten, dan mag je meedoen bij het geheugenkampioenschap. Dus ik zie je volgende jaar vandaag. Kijk! Vanuit hier ging ik direct door naar een andere locatie. Namelijk op een militaire kazerne ergens in Nederland. Ik volg namelijk een aantal militaire eenheden van de Koninklijke Landmacht. En de aantal uur die ik ga slapen op deze kazerne zullen de allerlaatste worden voor de komende 80 plus uur. Hierna mag ik namelijk niet meer gaan slapen. Laatste nacht, normale slaap. Ik dacht, ik pak lekker 10 uur slaap voor dit experiment. Op een of andere manier is mijn planning mislukt. En lig ik nu op een militaire kazerne in Nederland voor een nieuwe serie van mij. Want vannacht loop ik mee met de training van een bepaalde eenheid van de landmacht. Ik mag er nog niet te veel over zeggen. Het komt erop neer dat ik nog maar een paar uur slaap heb en dat ik word wakker gemaakt en de hele dag een super zware training heb en meeloop met een militaire groep. Goed begin van 3 nachten niet mogen slapen. Ik ga proberen te slapen. Vind je wetenschap ook interessant en wil je meer weten over jouw lichaam en hoe je zo gezond mogelijk kan blijven? Check dan na het bekijken van deze video ook even de podcast via de link in de beschrijving. In deze podcast spreek ik namelijk met wetenschapper David van Bodegom, die mij een aantal korte tips geeft hoe ik zo oud mogelijk kan worden en dat zo fit mogelijk. Maar nu terug naar het experiment. Zo. Ik heb de hele dag dus die training gehad met de landmacht en de hele dag zitten filmen voor deze nieuwe serie. En het allerliefste wat ik nu wil doen is dit wat ik nu doe, namelijk liggen op bed, slapen en morgenochtend weer lekker een nieuwe dag beginnen, fit, gedoucht, fris. Maar alles behalve dat kan, want juist nu begint de challenge dat ik dus 3 nachten lang niet mag slapen. Dus ik ga niet morgen slapen, niet overmorgen en niet die dag daarna. Het is verschrikkelijk. Dus dit is eigenlijk de allereerste update en ik ben nu al doodop. Dus dat begint hartstikke lekker. Voor iedere nacht die ik wakker moet blijven heb ik iemand geregeld die dit met me gaat doen. Ik heb er namelijk niet helemaal vertrouwen in dat het me lukt als ik dit alleen doe. En ik wil het wel echt heel graag gaan halen. Zo. Vannacht zal Bob mij wakker proberen te houden. Ja, daar zitten we dan. Het is 3:38. Eerste nacht. Bijna 24 uur zonder slaap. En ja, het gaat op zich wel oké. Ja, op zich bij prima toch? Maar het is ook wel erg spittig. Het gaat een beetje zo, hè? Ja, het gaat de hele tijd fors op en neer. We merken ook echt als je korte termijn doelen stelt, dat je het dan wel haalt. Ja, dus we denken nu de hele tijd van oké. Komend half uur gaan we dit doen. En dan denk je niet na over de komende 70 uur moet ik nog wakker blijven. Nee, gewoon als ik dat zeg denk ik ook. Maar dan denk je gewoon oké, dit half uur ga ik dit doen. En daarna zie ik weer verder. En dan ga je echt een blokje steeds het vooruit kijken. Omdat we merkten dat dat goed werkte, maakten we een to-do-listje wat we vannacht allemaal wilden doen. Als allereerste gingen we heel rustig en uitgebreid een eitje maken. Met verschillende ingrediënten en een enorm slakke tempo maakten we in een uur tijd het eitje. Dat scheelde al even wat tijd. Nou, smakelijk. Smakelijk. Sporten hielp ons ook erg goed erdoorheen. Ons lichaam blijft uitdagen, waardoor we wakker blijven.
hou het wel minder lang vol dan overdag. Ook deden we nog een aantal ademhalingstechnieken van Wim Hof. Maar dit ging toch even verkeerd. Voor enkele secondes viel ik bijna weg, maar gelukkig was Bob net op het nippertje erbij. We besloten daarom ook naar buiten te gaan en een wandeling te maken. De koude wind de nacht in. Dat zal ons vast wel wakker houden. Zo, nou, we zijn even een ochtendwandeling aan het maken. Het is 6:30 inmiddels. We hebben de hele nacht doorgetrokken. Ik zie daar zelfs een lichtje in iemands slaapkamer aangaan. Je ziet al auto's rijden erachter, dus weet je, de maatschappij begint weer tot leven te komen. Dus dat is fijn, dan voelt het ook voor ons alsof weer een nieuwe dag begint en waardoor je weer een beetje energie kan krijgen. Ik praat mezelf dit natuurlijk ook een beetje in om het te kunnen overleven. Maar het is sowieso even lekker om buiten te zijn. Frisse lucht, een beetje bewegen, dat doet al goed. Ja. Eerste nacht overleefd. Alles om ons heen begon weer te leven. De eerste nacht was voorbij en de tweede dag kon beginnen. Oh. Het is 6:15. We hebben de eerste nacht dus helemaal voltooid nu. We waren net aan het wandelen en ik voel me echt goed en actief. Maar nu ben ik toch echt een partijtje aan het wegvallen. Mijn oogleden worden dik, mijn oogleden zijn alleen maar aan het zakken. En mijn hersenen voelen echt aan als een soort van pudding. Het is heel gek. Dit is echt nog maar één nachtje. Heel veel mensen moeten dit gewoon voor hun werk zoals doen. Gewoon een complete nacht doorhalen. Maar op een of andere manier merk ik nu al echt dat het niet goed is. Zo, Bob is inmiddels al een tijdje weg. En het is nog steeds donker buiten. Waardoor ik het echt enorm lastig vind om hier in mijn eentje wakker te blijven. Ik heb dan wel de ochtend gehaald. Maar het is gewoon nog steeds donker buiten, omdat het natuurlijk gewoon winter is. Dus dat maakt het echt heel erg moeilijk. Over 2,5 uur staat Devin hier voor de poort. En dan heb ik weer even wat afleiding. Dus tot die tijd moet ik even fit worden. Dus ik dacht, ik ga gewoon even lekker een douche pakken. Ik pakte een opfrissende douche. Maar daarna ging het bergafwaarts. Ik belde net ook met Emma en met mijn vriendin. En ik merk gewoon dat ik ook een stuk geïrriteerder ben kortaf. Ik viel een paar keer weg terwijl ik met haar aan het facetimen was. Gewoon echt zo knikkenbollend, zeg maar, aan het wegvallen. Dus ja, moe ben ik zeker. Maar ik had iets op de planning. Vandaag heb ik namelijk afgesproken op de Radboud Universiteit om een hersenscan te gaan doen. Zo kunnen we meten wat het effect is van één nacht niet slapen op mijn brein. Omdat ik niet mag deelnemen aan het verkeer, kwam Devin naar me toe om mij daarheen te rijden. Yo, man. We zijn er. In levende lijven. Ik leef nog. Goof daarentegen. Ja. Is een beetje dood. Devin is hier. Ik heb mijn zonnebril op. Want deze ogen ga ik niet meer vertonen in het openbaar. Nee, lijkt me een strak plan. De eerste hallucinaties komen al. Ik dacht. ik wel mijn stem af. Ja, Goof is dus al een beetje Bartal aan het spreken. Niet helemaal te volgen. Ja man, ik heb er lang niet zo verdwaald gezien sinds Overleven in het Wild. Toen waren we ook kapot. Ja. Oké, ik wou zeggen akkoord, maar nee, ik bedoel let's go. Ja, let's go. Het is altijd weer apart om in een andere auto te rijden. Ja. Maar deze rijdt gelukkig heel erg lekker, dus dat went heel snel. Goed zo. Zo. Maar hoe is het jongen? Ja, met mij gaat het aardig goed. Ik heb een rit van bijna 2 uur op zitten, ja. Om hier zo te komen überhaupt. Dat is het leuke. Devin komt uit Rotterdam. Ik woon ergens in de buurt van Nijmegen en hij heeft bijna 2 uur dus gereden. Ja man. En niet om gezellig een avondje te chillen of iets leuks te doen. Maar om dus mij te helpen om me wakker te houden dus. Om dus ook gewoon een nacht... Mee wakker te zijn. Vertel jij maar, dat gaat iets toch soepeler, denk ik. Tja, je merkte nu al dat er heel veel onzin uit mijn mond kwam. We waren in ieder geval inmiddels aangekomen in Nijmegen. Onderweg naar het onderzoek. Nou, ik vind het toch best wel even spannend, of in ieder geval ik ben wel benieuwd. Ik heb maandag natuurlijk die scan gedaan en dat zag allemaal nog prima uit, gelukkig. Dat hoorde ook prima te zijn. Maar ik ben nu wel echt benieuwd wat het doet na een aantal uren... wakker blijven. Zoals ik hier vertel, heb ik een aantal dagen eerder ook al een hersenscan en een aantal testjes gedaan. Dan gaan we beginnen aan het avontuur. En ik vind dit misschien nog wel spannender dan dit hele avontuur, want nu kan ik zien of ik überhaupt wel een beetje normaal ben. Dat is namelijk de zogenoemde nulmeting.
Op dat moment hebben we gemeten hoe ik reageer wanneer ik goed geslapen heb. We namen van allerlei testjes af die ik gelukkig allemaal razendsnel kon invullen. De EEG-scan, dit mutsje, zit nu volledig op mijn hoofd en we zijn klaar voor de allereerste scan, de nulmeting. Kijken hoe mijn hersenen uitzien wanneer ik eigenlijk normaal ben en fit. Nou, nu is het natuurlijk hopen dat het er ook een beetje normaal uitziet. Maar hiermee gaan we dus de komende dagen alles vergelijken. Dus hoe gaat het achteruit ten opzichte van wat we nu meten? En we spraken wetenschapper Marijtje Jongsma over wat de effecten zijn van niet slapen. Nou, na een nacht niet slapen, zou ik maar zeggen, ga je gewoon merken dat je moe voelt en humeurig wordt. Dus dat soort effecten, dat valt nog wel mee. Als je dan langer niet slaapt, dan kan het ook gaan gebeuren dat je aandacht en je concentratie eraan gaan. Maar ook een beetje je vermogen om te inhiberen, dus je impulsen onder controle te houden. Vergelijk het met alcoholgebruik. Het zijn ook dezelfde hersendelen, een beetje de frontaal hersenen, die dan gewoon niet meer zo goed functioneren. Als je dan nog langer niet slaapt, dan kan het gebeuren dat je wat paranoia wordt en gaat hallucineren. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat je hebt drie bewustzijnstadia: wakker zijn, slapen en remslaap, die geassocieerd wordt met dromen, dat die eigenlijk een beetje in elkaar over gaan vloeien. Dus terwijl je wakker bent, dat je dan toch droomachtige ervaringen krijgt die je als heel realistisch gaat ervaren. Maar nu was het tijd om na ongeveer 30 uur zonder slaap opnieuw een hersenscan te doen. Verschillende testjes moest ik maken om te kijken of mijn cognitieve vaardigheden, zoals bijvoorbeeld concentratie, achteruit zijn gegaan. Dit was het geval, maar het viel nog reuze mee. Wel merkten we op dat mijn hersenen af en toe zichzelf in een microslaapje brachten. Een soort noodrem om uit te kunnen rusten. En dat kan gevaarlijk zijn, want in een split second ben je niet meer bewust van je omgeving. En daarom is het gewoon ook belangrijk, ook in het kader van de veiligheid, ga nou niet actief deelnemen aan het verkeer, ga geen zware apparaten bedienen, al die dingen die je hebt, op het moment dat je dus je gedrag niet meer goed kan controleren. En dat kan dus ook gebeuren. Na nog een aantal testjes gedaan te hebben, mocht ik weer naar huis. Klaar om nog een hele middag, avond en nacht niet te gaan slapen. Om morgenochtend weer terug te keren, om te kijken hoe ik er dan aan toe ben. Eenmaal thuis had ik niet niks te doen. Ik had namelijk nog een aantal meetings gepland staan. En na een meeting van bijna een uur was ik erg benieuwd of de mensen waarmee ik had gesproken iets hadden gemerkt van het feit dat ik zoveel uur niet geslapen had. Ik ben wel benieuwd. Ik vertelde al dat ik heel lang niet geslapen heb nu. Meer dan 36 al uren inmiddels. Hebben jullie daar iets van gemerkt? Ja, wel een klein beetje. Ja? Maar allereerst groot respect, want je hebt het hele gesprek echt heel goed gewoon bij je connected geweest. Dus dat had ik niet verwacht. Je ziet er iets pipser uit, een beetje witjes dan maar nee, ja, vooralsnog ben ik echt flabbergasted hoe je dit hebt gedaan met zo weinig slaap. Dus maar ik weet niet hoe we het hebben ervaren. Zeker. Ik had het een heel stuk erger verwacht. Dat viel gelukkig dus nog wel mee. Na de meeting was ik erg moe. Ik besloot om mezelf weer even op te peppen door wat te sporten. Lekker bezig, Goof. Ja, een beetje wakker blijven door te sporten. Dat helpt in ieder geval wel. Ja, een beetje goede doorbloeding en zo. Ja, man. Zo. Wakker? Ja, dat wel. En je merkt gewoon als je dit niet doet, dan worden je spieren echt spaghetti slierten. Omdat je niet slaapt, je laat niks op. Dus dan voel je gewoon echt zo'n slappe pudding. En door een beetje te sporten hou je in ieder geval nog gewoon een beetje het goede gevoel. Alsof je nog uitgerust hebt. Zo. Op dit moment redelijk wazig. Het leek af en toe zelfs alsof er een soort van sneeuw, zeg maar, als de tv geen signaal heeft. Dat sneeuweffect, alsof je dat half zo door de ruimte ziet. Ik ben blij dat Goof na twee nachten slapen, dus tweede nacht, nog steeds niet echt zo geinig is.
Daar ben ik blij om. Ja, hij zit er nou. Ja, hij zit ik dacht, ik ga er helemaal niks aan hebben. Ik kom hier aan. Hij is in de ochtend aan die telefoon nog helemaal... Toen ging ik echt randje. Ja, toen ging ik echt... Je hebt het zwaar gehad hier, toch? Ja, ja, vanochtend ging, had ik het echt wel heel zwaar. Maar eigenlijk sinds... ik heb prima, ja. Sinds dat er weer mensen omheen waren. Met Bob was het gezellig. Ja. Maar toen ik alleen was... dan ga je gewoon oud. Als je alleen bent en dan besef je gewoon wat je aan het doen bent. En dat is gewoon opblijven en iets heel ongezonds doen. Het is dan natuurlijk wel met de wetenschappers en onderzoekers erbij. Dus het is wel verantwoord voor één keer. Maar fijn is het allemaal niet. Na ongeveer 45 uur zonder slaap kakte ik helemaal in. Los van dat mijn ogen heel rood en pijnlijk aanvoelden, had ik een soort sneeuweffect voor mijn ogen. Heel raar en vooral ook vervelend om mee te maken. Maar hé, het was een uitdaging, dus we gingen ervoor. Niet slapen. Sorry man, ik wil geen camera in je gezicht gooien. Probeer het tegen te houden. Niet slapen. Zo. Ik ging echt weer weg even. Poeh. Echt een soort hele rare dagdromen. Als je je ogen dicht doet. Ja. En die kan ze ook bijna niet meer open houden. Zie je dat? Ja, ik zie het. Ik zit nu eventjes een tijdje dus naast Govert. Ik ga gewoon op best prima natuurlijk. Maar hij was gewoon helemaal klaar. Hij zei op een gegeven moment van dit is niet goed man, dit voelt gewoon niet gezond. Ik heb de camera aangeknald, maar ik snap dat het niet heel erg relaxed is als je je zo voelt natuurlijk. Maar ja, het is wel een challenge. En hij kan nog wel even door. Wat? Zie je, hij ziet ook gewoon... Je snapt het niet meer. Ik dacht dat je tegen mij had. Goof, jouw ogen. Ja? Zijn echt niet normaal rood. Laat in de comment weten hoe rood zijn ogen zijn. Oh nee, dit is niet om te comment. Je ogen zijn echt ziek rood, man. Ja, man. Ja, het is, ik voel het ook. Mijn oogleden voelen zwaar, die willen echt naar beneden hangen. Dat gebeurt denk ik ook de helft van de tijd als ik praat. Klopt. En ik weet niet meer wat ik eigenlijk verder wil zeggen. Ik heb een hele, echt een warboel in mijn hoofd. Ik heb geen overzicht meer. Het is vaag. Zullen we een ijsje gaan eten? Ja. Voor de kou, voor ijs in je nek. Wow, ik snap nu wel langzamerhand wat ze zijn met de dromen halen de dag in. Alles loopt een beetje door elkaar heen. Ja, dat geloof ik best. Bro, hier zo is ijs toch? Nee. Bro. Doe hem in je nek leggen, bro. Of die kou in je nek. Ja. Dat is een hele goeie. Dan word je weer een beetje levendig. Voel je dat? Nee, niet echt. Heb je iets kouders liggen? Niet koud. Nee, maar ik heb het ook al heel koud. Ja. Maar ja, je bent ook moe. Je moet niet slapen. Ben je weer een klein beetje wakker? Ja. Nee, ja. Ja, eigenlijk niet echt, nee. Het is echt, ik weet niet, het is sinds een half uur of zo, toch? Of niet, van een uur al? Hoe lang ben je nu wakker? 45 uur. 45, ja. Nice. Maar daar ging het natuurlijk niet over. Want het gaat erover. Wat gaan we doen? Ja, wat gaan we doen? Wat ga jij doen? Ik zou zeggen, let niet op de camera. Ik moet nog even wakker blijven. Ja. Maar eigenlijk kan ik niet meer. Want ik voel mijn hersenpan echt... Ik weet niet, echt borrelen. Alsof het echt een kookpannetje met erwten zijn op een vuur. Ja. Maar en, kunnen we niet sowieso wat eten of zo? Even ja, jij kan deze het eten, maar ik eten. Heb echt geen honger ook. Uit. Ja. Mijn hele lichaam voelt echt uit of zo. Ja. Nee, je staat er. Je bent nu al van liggen omdat je niet echt chill kan staan. Maar ja, bro. Het is wel. Weet toch? Je wilde die 3 dagen. Nu is het al 2 dagen geworden. En wil je dan nu al stoppen? Ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat je luistert naar je lichaam en je hoofd. Maar ja, aan de andere kant kan je hoofd je natuurlijk ook
gek maken omdat je gewoon moe bent, weet je. Dit zijn die effecten van niet slapen. Ja. Ja, precies. Dit is het. Is je hoofd natuurlijk. Is dit het effect of is dit de waarschuwing? Haal dat maar uit elkaar. Ja, dat is waar. Dat weet je dus nooit. Is het gewoon het effect van slaaptekort? Of is het je lichaam die zegt... Nu moet je slapen. Slapen, want anders gaat het mis. Ik kunt wel natuurlijk... Ja, we kunnen het randje natuurlijk opzoeken. Ik zit ook te denken, maar wat kunnen we doen om je wakker te houden, man? Ik weet het niet. Gooi wat water in je gezicht, of zo. Doe het. Ja, ik weet niet, man. Je moet iets doen om even iets te triggeren in je hoofd, dat je niet meer denkt aan alleen maar slapen en moe zijn. Snap je? Ik doe gewoon wat water. Of zo. Even die nek even. Door bloeden. Helpt het niet? Tuurlijk niet. Neem water in je gezicht. Ik ben heel benieuwd hoe het onderzoek er zo meteen uit gaat zien. Ik gok dat ik die testjes echt niet bepaald goed kan gaan invullen. Want ik heb niet het idee dat mijn hersenen nou echt werken ofzo op dit moment. Nou, daar staat Jury te wachten. Die brengt ons nog mee naar het Radboud. Goedemorgen! Goedemorgen! Hey. Goedemorgen, jongen. Yo, daar ben ik. Yo. Yo, is hij? Ja, raar. Ik voel me heel... Het sneeuweffect, zeg maar. Het heeft sneeuw gewoon... Voor je ogen. En mijn hersenen voelden echt als een pannetje, kookpannetje, dopechten die brrr, zo omhoog schieten. Oh, zoiets. Zo'n popcorn of zo. Ja, en dan zo... Zo voelde mijn hersenen en ik dacht echt, oké, dit gaat op lange termijn echt schade aanrichten. Yeah. Zo voelde het. Oh, dus ik kreeg telkens zo'n angstige gedachte die tegen mezelf zei van... Stop. Zo. Nu gaat het fout. We reden naar het Radboud om opnieuw mijn hersenen te meten. Eenmaal daar viel ik bijna iedere minuut wel in slaap. En ook de testjes gingen niet al te best. Wel iets minder goed dan gisteren. Het was wel een stukje langzamer, je reactietijd. En je hebt er best wel wat gemist. Maar ja, je hebt er best wel wat gemist. Ja, het was een beetje warrig. Ja, alle emoties echt afgeschaafd, merk ik heel snel. Mat. Ja, alles heel mat. Ja, maar ik heb niet echt iets aan je gemerkt ofzo. Voornamelijk dat je gewoon stil bent. Of inderdaad emotieloos. Ja, maar dat vind ik toch wel, dat merk je van binnen wel. Of betrap je erop dat je voor echt al 20 minuten zit te zwijgen en te staren. Dat doe je normaal nooit. Hij heeft bijna boven slaap geschreven. Nee, maar als het interessant is. Goedemorgen. Goedemorgen, John Sean. Ik heb gewoon bij slapeloosheid. Zo, dus echt het randje op zoeken. Ja, dat denk ik wel. Wow. En de testjes, die gingen ook heel erg slecht. Bijna twee keer zo langzaam als gisteren. Echt? Ja, ik had echt het idee dat het heel snel ging. je bent echt wel een beetje vertraagd. Wat uiteindelijk bleek is dat korte slaapdeprivatie vooral effect heeft op de stemming. Daarnaast worden je cognitieve vaardigheden minder. Maar dat komt voornamelijk door de micro-remslaapjes. Eenmaal thuis voelde ik me overdag weer gek genoeg best wel fit. En kon ik dus ook weer aan het werk. Diezelfde dag heb ik tot 1 uur 's nachts gewerkt. En toen uiteindelijk besloot ik om naar bed te gaan. Zo. Het is eindelijk dan zover. Ik heb net gedoucht. En hier achter mij ligt mijn bed. Ik kan eindelijk gaan slapen. Het is echt belachelijk hoe lang ik het eigenlijk nog steeds heb volgehouden. Aanstaande nacht is de derde nacht, dat gaat hem niet worden. Het is op dit moment 66,5 uur geleden dat ik wakker werd.
66,5 uur. Dit is echt belachelijk lang. Het sneeuweffect wat ik voor mijn ogen had, wat vanochtend even weg was, dat is op dit moment ook weer terug aan het komen. Zojuist had ik net zelfs even dat het de afzuiging van de badkamer even, dat ik dacht dat, dat ik er een soort van half iets in hoorde. Dus het begint allemaal een beetje ook onprettig te worden. 66,5 uur, ik trek nu de stekker eruit. Het is donderdag op vrijdag. Het is mooi geweest, ik ga lekker slapen. Ik voel ook echt aan mijn huid, ik weet niet of jullie het zien. Het is echt, echt gigantisch droog. Volgens mij, als ik echt ga krabben, haal ik zelfs gewoon een laagje vel eraf. En dat zijn ook echt effecten van het niet slapen. Je huid gaat naar de kloten, je krijgt gigantische wallen. En dan natuurlijk gewoon nog alle psychische en cognitieve effecten die je ook krijgt. Ik ga de camera wegleggen, ik ga lekker slapen. Wel rust. Eindelijk. Hier heb ik echt op gewacht. De volgende ochtend moest ik voor de laatste keer de testjes doen en de hersenscan. Zouden de hersenen zichzelf hersteld hebben? Jazeker. Na één dag slaap waren de hersenen weer volledig hersteld en maakte ik alle testjes nog beter dan de allereerste keer. En ik moet zeggen, de wetenschap is in mijn ogen toch een stukje interessanter dan ik van tevoren dacht. Wil je meer weten over wetenschap? Check dan even de website van de Universiteit van Nederland. Daarnaast ben ik ook de gast in de podcast van de Universiteit van Nederland. Hierin spreek ik over ouder worden en hoe je zo lang mogelijk fit kan blijven. Met als hoofdvraag, hoe zorg je ervoor dat je gezond oud wordt en zo lang mogelijk avonturen kan beleven? In deze podcast krijg je een aantal simpele tips die ook jij thuis heel snel kan toepassen om zo lang mogelijk gezond te blijven. Een super interessant onderwerp waarbij jullie heel veel kunnen gaan leren. Via de link in de beschrijving kun je naar die podcast toe gaan. Bekijk die zeker even, laat ook een like achter op deze video en laat in de reacties weten wat jouw langste keer is zonder slaap. Tot het volgende avontuur.